In 1937 vertrekt Eddie naar een college bij Londen, made in Early, om Engels te leren. Hij doet er vooral veel aan sport. Ik was de beste hockeyer, dus het was niet zo interessant voor mij om te hockeyen. Toen ben ik gaan rugbyen. Vraag 1938. President Benesch doet een beroep op Europa in verband met de dreigende inval der Duitse troepen in zijn land. Vanwege de oorlogsdreiging belt zijn vader en zegt dat Eddie naar Nederland moet komen. Maar in Londen mist Eddie de boottrein. Hij belt met zijn vader die zegt dat het gevaar geweken is. In München is zojuist een vredesakkoord getekend tussen Hitler, Mussolini, Daladier en de Engelse premier Chamberlain. Het was de dag dat hij terugkwam uit München. En toen ben ik naar Downing Street gegaan. Ik zei dat ik verslaggever was. Nagaan, ik was net 18. Ik zag hier als een Leiden Courant de Bel. Dat was een klein blaadje in Leiden. En daar trapte ze toen in, de politie. Die stond vooraan, helaas met de camera. War for our lifetime, if we say. Dat heb je horen zeggen. Ja.